Goedenavond, welkom op het persmoment na de wedstrijd Cercle Brugge-Oa Leuven. Zoals u weet, geëindigd op 1-1. Ik denk dat we gelijk van wal kunnen steken voor een analyse van de wedstrijd. Waarvoor ik graag het woord geef aan de bezoekende coach, de heer Brijs. Dankjewel. Een heel enthousiast en gretig Cercle, de beginperiode, die ons toch wel achteruit drukte. Ik denk dat we dat redelijk tot goed hebben opgevangen. Ik denk dat er veel maturiteit in de groep zat op dat moment. Maar toch wel terugplooien. Dus moesten wij gebruik maken van de reconversie, van de omschakelingsmomenten, wat we ook deden. Waar we een prachtig mooi doelpunt op maken, waar we toch twee grote kansen ook mee krijgen. Dus tweede helft was meer voor ons. Ik denk dat wij voluit voor dat tweede doelpunt zijn gegaan. Dat wij vooral in de stilstaande fases grote mogelijkheden kregen. En dan is het jammer dat je die wedstrijd niet naar je toe kan trekken met dat tweede doelpunt. En dan krijg je toch wel een heel ongelukkig tegendoelpunt. En dat is een geweldige opoffer voor de groep. Ik denk dat de groep opnieuw, net zoals vorige week, enorm veel heeft gegeven, enorm veel cohesie en groepsgevoel heeft getoond. En dan is het jammer dat een groep die iets verdient, dat dat niet krijgt, vanuit ons standpunt uiteraard. Dus 2-6 is mager gezien de werklust en de gretigheid die Wajel de twee wedstrijden heeft getoond. Dank u wel. Ik geef graag het woord aan onze thuiscoach, meneer Van Dragen, voor een reactie. Ja, goed. Ik vond het een goede analyse van mijn collega. Ik denk dat we inderdaad heel scherp uit de kleedkamer gekomen zijn. Dat we de controle hadden. Dat we ook heel wat verschillende manieren van combinaties in elkaar gezet hebben. En dat we probeerden Leuven te laten twijfelen. En misschien was er op dit moment niet genoeg présence in de 16 om dan echt kunnen een doelpunt te maken. Maar we hebben het zeker heel lastig gemaakt. En ik denk dat het ook wel logisch is dat je niet je hele wedstrijd op dit tempo kan volhouden. En dat je dan je momenten moet kiezen om gevat een keer te kunnen versnellen. En ja, Leuven is een goede ploeg. Je ziet dat ze heel goed het balbezit beheersen. En de controle kwam er nadien natuurlijk wel meer voor hen. En ook het doelpunt. En dat weet je, verleden jaar hebben ze zoveel iedereen in de omschakeling eigenlijk de das omgedaan. En diezelfde spelers blijven gevaarlijk. En dan kijk ik natuurlijk naar Mercier. Dan kijk ik de functie van Schrijvers die Sowa dan vervangt. En Henry. Maar dat zijn drie spelers die je constant in de gaten moet houden. En ik denk dat we het al bij al goed gedaan hebben met een aantal gevatte tegenaanvallen. Tweede helft was de wil zodanig groot om terug te vechten, maar we hebben heel veel slechte passes gezien. We hebben ook de maturiteit van Leuven gezien die dan probeert de ballen zo'n beetje te monopoliseren. En dat wij dan wat emotioneel worden, te snel willen spelen, maar toch niet opgeven. En uiteindelijk krijgen we nog een gelijkmaker. Wat mij dan toch tevreden stelt om het seizoen te beginnen met een 4-6.